Eind deze maand moet de Linde leeg zijn. Maar nu is er last minute een petitie om het Groesbeekse uitgaanscentrum toch open te houden. Die petitie is in 3 dagen al bijna 3000 keer ondertekend. Eind vorig jaar werd bekend dat de Linde dichtgaat. Eigenaar Marcel Vermeer uit Beuningen wil er 40 appartementen bouwen voor starters en senioren. Het uitgaanscentrum was lang eigendom van de bekende familie Derks, die ook voetbalclub Achilles 29 in handen had. Het sportpark van die club ligt direct achter de Linde. De laatste jaren wisselde de Dancing 2 keer van eigenaar en nu lijkt de doek te vallen. Of toch niet? Met de petitie wil Eline de Valk, eerder Prinses Carnaval, de gemeenteraad ervan overtuigen dat de Linde een uitgaanscentrum moet blijven.